Het is vandaag weer gezinsdienst en dus is er ook een nieuw woord van de maand. Dit nieuwe woord van de maand is heel toepasselijk voor de Pinksterperiode. Luister maar. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Deze Bijbeltekst staat in Johannes 16, vers 7. Maar wat betekent het? Jezus zegt dit tegen zijn discipelen voordat hij naar de hemel gaat, dus voor zijn hemelvaart. De discipelen zien het tegenop dat Jezus hen zal gaan verlaten. Daarom legt Jezus aan de discipelen uit dat het juist belangrijk is dat hij weggaat. Want hij kan de pleitbezorger sturen. Maar wat is een pleitbezorger? We zullen dat uitleggen met een voorbeeld. Stel, een fabrikant van computerspelletjes ontwikkelt een nieuwe game. Bijvoorbeeld zo'n spel met allemaal tanks die op elkaar moeten schieten. Zo'n game waar je ouders zo blij van worden. Die fabrikant wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen dit spel laten spelen. Daarom zorgt hij ervoor dat de mensen die dit spel waarschijnlijk leuk vinden, lekker gemaakt worden door allerlei filmpjes. Dat regelt de afdeling marketing. Die afdeling zorgt voor de reclame. Maar het blijft niet alleen bij de filmpjes. De fabrikant zorgt ook voor uitleg over het spelletje en de spelregels. De fabrikant is dan de pleitbezorger voor het spelletje. Maar niet alleen de fabrikant is de pleitbezorger. Soms zijn er ook jongetjes van 13 die zo enthousiast zijn over de game dat ze al hun vrienden, vriendinnetjes en klasgenootjes vertellen over het spel. Over hoe leuk het is en wat je er allemaal mee kan. Zo'n jongetje helpt je dan graag op weg als je het zelf ook wil gaan spelen. Dan is het jongetje dus ook de pleitbezorger van het computerspelletje. Jezus stuurt ons natuurlijk geen pleitbezorger om te vertellen over een computerspelletje. De pleitbezorger die Jezus ons stuurt, maakt reclame voor God. Hij vertelt ons wat God heeft gedaan voor ons. Maar zorgt natuurlijk ook voor dat we God beter leren kennen. Dat doet de pleitbezorger door ons te helpen de Bijbel te begrijpen. Je hebt het alvast in de gaten. De pleitbezorger is de Heilige Geest. Die helpt ons om God te leren kennen, zoals hij dat deed bij de hoge ambtenaar die uitleg kreeg van Filippus waar de dominee over vertelde. Jezus moest de discipelen wel verlaten en pas als hij de pleitbezorger kan sturen, kan iedereen God leren kennen. Gelukkig heeft Jezus dat ook gedaan. En dat is de reden ook dat wij God hebben mogen kennen. Wij mogen hier dankbaar voor zijn. Hopelijk is de betekenis van het woord van de maand nu duidelijk. En dus herhalen we het nog een keer. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Iedereen heel veel succes met het uit je hoofd leren.